heel goede avond, dames en heren. We zijn vandaag in Hasselt en bij Maison Matisse in Cartier Bleu voor de bladlancering van de septembereditie van Chapeau Magazine. Ik las vanmorgen artikel in de krant dat Toerisme Limburg had de cijfers gepresenteerd en dat waren zeer positieve cijfers. Ja. Geldt dat ook voor de stad Hasselt van afgelopen zomer? Absoluut. Ik kan u nog geen concrete cijfers geven, dat die pas na een tijdje komen, maar de hotels berichten ons allemaal dat zij volgeboekt zitten. En dat de toeristen dus van heinde en verre, dus zowel van de andere kant van het land als van vrij kortbij, naar Hasselt komen om een aantal dagen te komen genieten. En dat doet ons natuurlijk geweldig veel plezier. We hebben de slogan Hasselt smaakmaker, spraakmaker gemaakt. Vroeger was het de slogan van de stad Hasselt, hoofdstad van de smaak. Ja. We hebben een beetje teruggegrepen naar dat smaakprincipe. Ja. Smaakmaker, spraakmaker, wat valt daar allemaal onder? Wel, het smaakgegeven, dus dat is mode, dat is design, dat is het culinaire natuurlijk. En er zijn nog andere facetten van Hasselt die wij nu uitlichten, zoals de natuur, de cultuur, de muziek en dergelijke meer. En die lichten we uit naar de verschillende doelgroepen die erin geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Eigenlijk een stad dus waar je het goede leven optimaal van kan genieten eigenlijk. Een stad waar iedereen naar zijn eigen zin het goede leven kan komen beleven. Cartier Bleu is een troef voor Hasselt in die zin dat het een aantal dingen toevoegt aan het kernwinkelgebied die voorheen niet mogelijk waren. Ja. Zoals eten, drinken, genieten hier aan het water van de Kanaalkom. En ook een aantal winkelconcepten die te groot zijn om in de binnenstad gehuisvest te worden. Zoals een Dreamland, dat de grootste speelgoedwinkelketen van Vlaanderen is. Een Coolblue vestiging, de Electronica en dergelijke meer. Die eigenlijk in geen enkele andere centrumstad in heel het land zich in het kernwinkelgebied bevinden, omdat ze zo groot zijn. En hier in Hasselt bevindt zich dat allemaal op wandelafstand van de grote markt. Wat is de filosofie achter het concept? Maison Matisse is eigenlijk een Europees brasserieconcept, modern brasserieconcept, dat we een aantal jaar geleden ontwikkeld hebben. Dat is eigenlijk speciaal voor Dubai. Nu, het was daar zo'n groot succes en we vonden deze locatie hier in Hasselt dan. En we geloven dat dit dat concept in Dubai ook hier succesvol kon zijn. En zo zijn we eigenlijk met Maison Matisse hier gestart. Want het liep ook bijna meteen vanaf dag 1, door ook onder andere de juiste ligging en het concept, denk ik. Ja, ik denk het ook. Het concept is heel laagdrempelig, het is heel toegankelijk voor iedereen. We hebben een heel uitgebreide kaart, we zijn open 7 dagen op 7, dat is morgens tot 's avonds. Het is inderdaad een hele mooie locatie, je kunt hier mooi ontbijten naast nieuwe jachten hebben. De parking is een super opportuniteit, hè. De grootste, de mooiste en goedkoopste parking van Hasselt. Dus voor heel veel mensen die naar Hasselt komen, start hun trip of eindigt hun trip bij Maison Matisse. Cartier Bleu is eigenlijk een voorbeeld van hetgeen wat we echt met Matexi doen. Hè. Zoals ik al net al zei, aangename woonbuurten ontwikkelen. Hier is dat echt wel een exponent daarvan, met een 400-tal appartementen, met 20.000 vierkante meter horeca en retail. En nog een aantal kantoren. Ja, we hebben binnen Cartier Bleu ook een aantal typische investeringsappartementen, kleinere studio's, één slaapkamerappartementen, waar je een heel mooi rendement kan halen uit je huuropbrengsten. Het is zeer interessant om hier in deze buurt te investeren, want Hasselt is een bloeiende stad, een groeiende stad, waar er echt wel zeer veel vraag is naar huurappartementen. En we hebben ook vastgesteld dat in Hasselt de laatste 10 jaar de huurprijzen meer dan bovengemiddeld stijgen ten opzichte van de rest van Vlaanderen.